Kluivert, ja! Kluivert 1-0. Een geweldig Ajax. 4-0, mijn dames en heren. Wat een sfeer in de Johan Cruijff Arena. Ajax vernedert Olympique Lyon. Een wedstrijd zoals je hem zelden ziet. Je moet luisteren. Gewoon doen. Ajaxide, goed dat jullie weer luisteren naar een nieuwe editie van de Ajax Live podcast. In een week waarin wij werden opgeschrikt door het plotselinge overlijden van Johan Neeskens op 73-jarige leeftijd. Ja, met de Nees gaat een voetbalicoon heen, een groot Ajaxide en bovenal ook een warm en geliefd mens. De voetbalwereld staat daar dit weekend en ook komend weekeinde als de eredivisie wordt hervat bij stil. En wij gebruiken deze aflevering van de Ajax Live podcast om een ode te brengen aan Johan Neeskens. Dat doe ik uiteraard niet alleen. Ik ben zelf van een leeftijd dat ik Neeskens nooit meer heb kunnen zien spelen live, maar de mannen die hier bij mij te gast zijn, die kunnen veel meer over hem vertellen. Allereerst collega Juri van de Buske, welkom. En deze podcast wordt opgenomen vanuit Volendam en dat heeft alles te maken met onze tweede gast, Arnold Muren, voormalig teamgenoot van Neeskens. Ook welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik begin even met jou, Arnold. Hoe is het nieuws van het overlijden van Johan Neeskens bij jou binnengekomen? Nou, iets dat je totaal niet verwacht. Heb je natuurlijk de leeftijd 73, hè? Ja. En een enorme klap natuurlijk. Vooral omdat je die jongen ook goed kent. En ik had niet zo gek veel contact meer met hem. De laatste keer werd ik uitgenodigd in een programma van De Wereld Draait Door. Omdat hij zijn boek presenteerde. Een aantal jaren terug. En dan zie je hem eigenlijk weer. En dan is het eigenlijk van, ja, net over dagelijks weer contact hebben. Hij was ook nog gewoon fit, hè? Hij was erg fit. Had heel veel trainingen overal in de wereld. Precies, ja. Vaak onderweg natuurlijk ook. Ja. Hij woont wel in Zwitserland. Ik begreep ook dat ze sounds of wat dan ook studeren in Nederland. Inmiddels zal het wel veranderd zijn. En ja, dat van dat grote Ajax en Nederland zelf toch, ja, het wordt steeds dunner, hè, de spoeling. Er gaan nog steeds meer jongens. Ja, maar hij was wel een van de mensen die, net zoals jij, altijd heel erg fit is gebleven. Van die generatie. Er zijn ook een aantal mensen die veel problemen hebben gehad, die vroeg zijn overleden. Maar jullie waren echt wel het toonbeeld van de fitte futter, om het maar zo te zetten. Altijd bezig, altijd in conditie. Ja, maar ik denk dat dat wel belangrijk is. Op het moment dat je stopt met voetballen, dan moet je niet gaan zeggen, ik ga nu in de stoel zitten. En ik doe mijn loopje nog, zo'n 4 keer in de week. Drie kwartier, een uurtje. En dan, zo ben je ook opgegroeid. Weet je, bewegen is gewoon natuurlijk belangrijk. Ook al voetbal je niet meer. Is het toch zaak dat je zo lang mogelijk fit blijft. Maar ja, we hadden het net hier vooraf natuurlijk over. Want jouw broer Jack zit hier naast ons. In jullie achtertuin, op een steenworp hier vandaan. Speelden jullie altijd met z'n vieren op dat hele kleine stukje tuin. Hè? Die tegeltjes, dat kom je natuurlijk tegenwoordig niet meer tegen. Dus wat dat betreft waren jullie altijd bezig met de bal. Ja, maar zoals ik kijk, in die tijd was er alleen maar voetbal. Hè? En als je niet kon voetballen, moest je in doel. Ja. Dat waren het een beetje de regels. En als je nu kijkt in Volendam, ik denk dat je nou zo'n 10, 15 sporten kan beoefenen. Ja. Dus iedereen die werd geboren in Volendam, die ging voetballen, want er was niks anders. Dus het was altijd op straat te doen. Hoe zou jij Johan als persoon omschrijven? Johan, ik ken hem natuurlijk van de tijd dat hij bij RCA speelde. Speelde hij centrale verdediger nog. En toen speelde ik bij Volendam en toen speelden we al tegen elkaar. En toen was er al sprake van dat er interesse voor hem was. En dat kon je ook wel zien. Weet je, door zijn passie en zijn karakter. Stevig in duel, maar ook technisch goed onderlegd. En ja, toen leerde ik hem natuurlijk bij Ajax kennen. Omdat Johan al bij Ajax zat en ik daar op 19-jarige leeftijd naartoe ging. Ja, en dan trek je veel met elkaar op. Hè. Ik was 19 en Johan was ook zo'n beetje dezelfde leeftijd. En dan zoek je elkaar toch wat meer op dan dat je met jongens van 5, 26 omgaat. En het merendeel bestond natuurlijk ook uit jongens die 4, 5, 6 jaar ouder waren als wij. En daar viel ook Jean Rip natuurlijk bij. Weet je wat mij opviel, Arnold, dat ik die hele week dingen heb gelezen over zijn carrière. En toen merkte ik pas hoe jong hij was, dat hij al in de basis stond. Hij heeft natuurlijk zijn eerste seizoen werd hij gelijk basisspeler. Hij miste maar 1 wedstrijd van die hele reeks in Europa en de beker. En toen dacht ik, ja, maar hij was pas 18. En, ja. En in mijn herinnering was hij zo'n volwassen speler. Hij was toen, zeiden ze, de ontbrekende schakel op het middenveld. Maar denk je, ja, 18 jaar, dat betekent wel iets.
Ja, het duurde geloof ik een half jaar voordat hij de eerste stond. En dat was natuurlijk vrij snel als je 18 jaar bent. Dat gebeurde in die tijd niet zo heel veel. Zeker ook het niveau waar hij vandaan kwam. Precies. Ja. Dus, maar toen had je altijd een middenveld met een verdedigde middenvelder, een creatieve middenvelder en meer een loper. Dat had je toen. Ja. Dat had Ajax natuurlijk met Arie Haan en Johan en Gerrit, broer Gerrit. En Feyenoord had er bijvoorbeeld met Aziel, Van Aanigen en Jansen. Ook zo'n beetje zo'n middenveld. En hij paste er als geen ander tussen. Dus toen hij daar kwam, had hij eigenlijk ook geen enkel probleem met aanpassen aan het elftal. Maar het had ook met zijn karakter te maken. Hij wilde zo graag slagen bij Ajax. En in ieder geval op zijn manier de top halen. Maar ja, dat is wel erg snel gegaan. Kijk, als jij 21 punten en je hebt 3 Europa Cup eens gewonnen. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Bizar hè, als je daarover nadenkt. Volgens mij heeft Messi dat nog niet eens bereid. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar als je dat voor elkaar kan krijgen. Ja. Ook in die tijd, hè, want als je als jongen in het elftal mocht spelen, dat viel al op. Hè, 23 jaar, dan mocht je af en toe eens met echt dat jongenspul wat je nu eigenlijk ziet. Op veel jongere leeftijd krijgen ze wat meer kans. Alleen Johan, die was 18. En dat viel toen op. Heel Nederland had het erover. Hoe kan dat nou dat zo'n jongen in zo'n elftal staat en er ook perfect in past? Maar dat is ook tekenend voor zijn karakter en voor zijn kwaliteiten. Wat nog steeds wordt er gesproken over een type Neeskens. Hè? Dus zoveel jaar later, 60 jaar later, wordt er nog gesproken over een type Neeskens als iemand wat zoekt in een elftal wat hij bracht. Dat vind ik ook wel veelzeggend over de betekenis van een voetballer. Wat bedoelen ze dan meestal met het type Neeskens? Nou ja, wat Arnold net een beetje zegt, met zijn mentaliteit, wat hij bracht, het evenwicht op een middenveld, de manier van druk zetten, het vooropgaan in de strijd, het nooit opgeven. Hele hoge pijngrens hè, had hij. Zeker. Jullie vertelden net een mooi verhaal dat hij na een enorme blessure door een elleboogstoot van Aanigen, omdat hij in Volendam in de achtertuin stond met die mannen en een bal per ongeluk op zijn neus krijgt, dan lag het weer open. Maar dan knipperde hij met zijn ogen en ging hij weer door. Dat was natuurlijk wel Neeskens. We kennen eigenlijk in het collectieve geheugen zit wel een beetje die WK-finale ook van 78 tegen Argentinië. Ja, toen kwam hij onder het bloed het veld af. Ja. En als je nu ook die beelden terugziet, aan alle kanten werd hij geschopt en geslagen. Ja. Liet zichzelf ook niet onbetuigd, maar wel, dat was wel Johan Neeskens. Hij zei ook altijd van, hè, met pijn kun je gewoon spelen. Ik wil daar ook wel even op inhaken, want we hebben een audiofragmentje waarin Neeskens zelf aan het woord is in gesprek met Ajax TV. En dat gaat eigenlijk een beetje over die pijngrens waar jij het nu over hebt. Dus dat sluit er mooi bij aan. Komt-ie even. Met pijn, ja, dan kan je altijd voetballen. Als er iets echt iets kapot is en het kan alleen maar erger worden, waardoor het voor jezelf, voor je eigen lichaam nog gevaarlijk wordt, dan zeg ik, dat moet je niet doen. Maar met pijn voetballen, dat kan altijd. Ja, dat is eigenlijk dus exact wat jij net zegt, hè? Niet ja, volgens mij heeft hij al verteld dat er 8 injecties werden in zijn ribben werden gezet toen hij in het WK 78 tegen Iran of tegen Peru werd hij kneusde die zijn ribben. En toen heeft hij uiteindelijk toch de finale gespeeld met 8 injecties. En toen werd hij toch aan alle kanten geraakt. Dus dat zegt wel veel over zijn incasseringsvermogen. Ja, maar het is zo'n type, dat heeft eigenlijk elk elftal nodig. Weet je wel, hij had van alles wat. Hè. Hij kon centrale verdediger spelen. Daarbij pikte hij ook zijn doelpuntjes mee. Ja. En als hij aan druk aan het zetten was, ja, dan ging hij nes een maloot bijna. Ging hij op die tegenstander af. En dat gaf iedereen een boost van, ja jongens, Johan gaat, dus wij moeten erachteraan. Ja. En nu hebben ze het elke keer over druk zetten. Maar Ajax stond ook gewoon met al zijn spelers op de helft van de tegenpartij. Om ook zoveel mogelijk druk te zetten. Ja. En het is nou een beetje mode geworden. Maar ook het Nederlands zelf van 74 deed dat natuurlijk. Hè? Nou, dat die zomer. Ik weet nog wel uit de verhalen die Jan Jongbloed en Piet Schrijvers me vertelden voor hun biografie. Dat die beroemde trainingsvorm, 3-3, dat noemden ze altijd partijtje scherp. Ja. En dan speelden ze ook vaak, dan speelden Neeskens, Jansen en Van Hanegem. Nou, die waren onverslaanbaar op een training. Want die gingen natuurlijk allemaal als een idioot. Ja. Daar was gewoon niet tegen op te boksen. Nee, ja, kijk, een type. Nee, ja, ik heb natuurlijk met een aantal goede spelers gespeeld. Er hoort ook Brian Robson bijvoorbeeld bij in Nederland. Maar ook Jan Wouters en John Walk bij Ipswich. Dat waren eigenlijk dezelfde type zelfde jongens. Type, ja. Weet je wel, die zorgen voor de balans in het team. Ja, en ook zij scoorden nog, hè? En ze, John Walk, ja, geloof ik, 34 goals in één seizoen. Dat kan helemaal niet, als verdedigende middenvelder. Dus dat geeft alleen maar aan dat die jongens erg waardevol zijn. En niet alleen voor de controle, maar ook ze kunnen van alles wat. Want mensen vergissen eigenlijk wel, ook gewoon goede technieken. Ja. Hij was fantastisch in de lucht. Hij had geen angst ook bij voorzetten. En dan zag je hem zo tussen die verdedigers doorduiken.
En ja, dat is natuurlijk voor Ajax is het een fantastische meerwaarde geweest. Ja, want het nadeel is wel, dat heeft hij me ook wel eens verteld, dat op een gegeven moment werd ook wel, we hebben het net over type Neeskens, dat gaat een eigen leven leiden, dat is ook zo, maar soms vergaten mensen daardoor dat hij ook gewoon heel goed kon voetballen. Zeker. Het wordt vaak gezegd, hij is een breker, zo werd hij natuurlijk ook toen genoemd, samen met Nico Reinders op het middenveld, de brekers. Dan krijg je een beetje het idee dat hij alleen maar kan schoffelen. Maar ja. Dat is natuurlijk niet zo, hè? Nou ja, bij Ajax, als je alleen kan schoffelen, dan sta je niet. Nee. Je moet natuurlijk wel kunnen voetballen. Ja. En hij had eigenlijk een complete speler. Ja. Het was geen man die 2-3 mensen passeerde. Daar waren er andere jongens voor. Maar in de positie waarin hij speelde, was hij denk ik een van, met Wim Jansen samen, de beste middenvelders die Nederland ooit heeft gekend. Is in jouw ogen het middenveld van Hanegem, Jansen, Neeskens het beste middenveld dat ooit in Nederland is geweest? Er zat van alles in natuurlijk. Ja. Nou, Van Aardigheim was natuurlijk ook buiten categorie. Maar die had ook een bepaalde hardheid natuurlijk. Ja. Hij was niet zo snel, zei ze dan, maar hij was wel erg snel in zijn hoofd. Ja. En Wim Jansen, ja, dat was ook eigenlijk een speler die misschien niet zoveel opviel, maar daardoor juist zo goed. En ja, en Johan, die had ook van alles wat. Dus je hebt echt een ideaal middenveld heb je dan. En dat is ook wel gebleken, want in 1974 had Nederland natuurlijk wereldkampioen moeten worden. Ja. Als ik afgelopen week in de krant ook de in memoriams las, dan komt eigenlijk altijd die strafschop van hem ook terug. Ja. Die kieselharde strafschop en het opspattende krijt in de finale destijds. Was dat nou ook echt zo'n kenmerk van hem? Of is dat iedereen bijgebleven door die finale met het Nederlands elftal tegen Duitsland, waar die penalty zo nam? Nou, het aardige vind ik dat, net als het type Neeskens, heb je ook de Neeskens penalty, die net als Panenka nu altijd wordt teruggehaald. Inderdaad, kieselhard, recht door het midden. Maar ik heb ooit een lang interview met Neeskens gehad. Dat ging echt over het fenomeen penalties nemen. Het was in de periode dat we met Nederlands elftal elk toernooi eruit vlogen met penalties. Dat ken je nog wel. Jaren 90 tot 2000. En toen heeft hij ook uitgelegd dat een eigen leven is gaan leiden. Want hij nam ze bijna allemaal hard en hoog, maar vaak wel rechts van de keeper. En hij wilde ook deze penalty in de finale tegen Sepp Maier ook rechts schieten. Maar op dat moment hoorde hij Breitner, verdediger van Duitsland, zeggen tegen Maier, rechts van dieren, dus aan de rechterkant gaat hij schieten, want ze hadden hem bestudeerd, Neeskens. En toen ging Neeskens twijfelen. Hij vertelde ook, in mijn aanloop zelfs nog was ik aan twijfelen. Daardoor heb je die gekke bal met het opspattende kalk, die hij per ongeluk, tot zijn grote opluchting trouwens, recht door het midden schoot. Waardoor iedereen dacht, nou, dat is weer een echte killer. Een typische Neeskens penalty. Maar hij zegt eigenlijk de een van de weinige penalties die hij recht door het midden heeft geschoten. Hij koos altijd wel een hoek. Dus dat is wel weer grappig hoe dingen dan in het verleden blijven hangen. Nou ja, jij Arnold nam ze denk ik meer op techniek en op vertrouwend op je traptechniek. Ja. Maar hij koos denk ik voor de vreeftrap, hè? Nou ja, ik weet wel dat broer Gerrit, die nam ze altijd bij Ajax. En die schoot geloof ik 1 en 22 keer schoot hij raak, zeg maar. Ja. Elke penalty was wel een doelpunt. Toen miste hij er eentje. Toen zei hij, ja, nou is mijn beurt geweest. Ja. Toen nam Johan het over. Ja. Die nam het natuurlijk op een heel andere manier. Ja. Maar dat gaat er niet om hoe je ze neemt of wat je ook doet. Als je maar over die lijn gaat, hè, ja. Dat is al het belangrijkste. En de ene doet dat met techniek en de andere doet dat met kracht. En de volgende geeft tegenwoordig zijn ze weer met stiffies bezig. Je ziet ook erg veel penalties nu recht door de goal. Dan hoeven ze ook niet zo hard te zijn. Of ze wachten even, of ze hebben een huppie. En de een neemt een korte aanloop, de andere een lange aanloop. En, ja, in onze tijd was het meer gewoon, je nam gewoon een aanloop en dan had je een hoek in de gedachte. En dat, ja, het wordt een beetje een cultvorm, hè? Al die gekke hupjes, dat stilstaan, dat bijna stilstaan, hè? Want helemaal stilstaan mag dan weer niet. En sommigen doen het bijna uit stand. Ja. En denk ik, ja, maar goed, er is natuurlijk een hele boek over volgeschreven over die penalties. Maar wat ik wel mooi vind, en dat zegt ook veel denk ik over zijn karakter, zijn stoïcijnse karakter in zo'n grote wedstrijd, dat hij tegen Bulgarije gewoon 3 keer zo'n strafschop nam. Hè? De eerste moest over worden genomen, die nam hij gewoon nog een keer, weer op dezelfde manier. En de tweede nam hij dan ook zo. Dus hij heeft gewoon 3 penalties keihard raak geschoten in die wedstrijd. Ja, dat vind ik dan wel iets zeggen over de kwaliteiten van iemand. Hoe cool je dan kunt blijven, zeg maar, in dat soort grote wedstrijden. Ja, vooral als je er een paar achter elkaar moet nemen. Ja. Dan heb je toch het idee, na de eerste penalty zou ik hem weer in die hoek spelen. Of zou ik hem weer hard doen. Nou ja, juist omdat ze willen zeggen dat je niet na moet denken, toch? Ja. Nou ja, als ik een penalty moest nemen, dacht ik wel na van, ik moet in ieder geval in die hoek spelen. Ja, ik heb ooit John van Schip horen zeggen, ik zal de naam van de speler niet noemen. Dat is een beetje lullig, maar die noemde dus een naam. Hij zei, ja, die neemt bij mij altijd de penalties, want die is te dom om te missen. En dat vond ik wel even illustratief voor het fenomeen penalties. Dat je weet, die jongens, het kwam er natuurlijk een beetje lullig uit, maar hij bedoelde wel, je moet iemand hebben die niet gaat nadenken, die niet twijfelt. Ja. En het gekke is, ik heb natuurlijk met Cruijff ook gespeeld. Ja, dat was het. Er was eigenlijk geen raad voor, dat is zo buiten categorie, die eens in zoveel jaar geboren. Maar die nam ze liever niet. Nee.
Heel gek was dat, terwijl hij zoveel zelfvertrouwen ook had. Ja. En ja, die begon daar gewoon niet aan. Maar Cruijff is toch ook nooit een speler van het vernietigende schot geweest, zoals Neeskens? Nee, maar hij heeft natuurlijk wel, hij kan natuurlijk wel die bal sturen. Ja. Binnenkant voet, buitenkant voet. Hij kan hem eigenlijk neerleggen waar hij wilde. Alleen penalty trad hij niet zo op. Jammer dat hij nooit een penalty buitenkant voet heeft genomen. Hè? Dat was toch wel geniaal geweest. Ja. Toch? Ja, absoluut. Ja. Hey, de laatste jaren zag je eigenlijk Neeskens maar weinig bij media, in interviews. Is dat omdat hij zo'n bescheiden man was? Nou ja, dat zei net al. Hij woonde in Zwitserland. Hij was op een gegeven moment zijn tweede vrouw in Zwitserland ontmoet, geloof ik. En daar gaan wonen. Maar hij was inderdaad ook een bescheiden mens, wat ik altijd gezien heb. Hij was wel, wat ik vond, hij gaf niet veel interviews. Maar als het echt voetbal inhoudelijk was, zoals wij hier nu zitten. Of ik heb hem dan wel een paar keer geïnterviewd, bijvoorbeeld over het thema penalties. Maar ook over de ontwikkeling van jonge spelers toen hij bij Nederlands Elftal in de staf zat. En dat B-team ook leidde. Dat vond hij altijd interessant. Of een terugblik vond hij ook mooi. Sommige spelers willen nooit terugkijken. Maar hij heeft ook voor Ajax TV mooi teruggeblikt. Op het WK voor met de KNVB heeft hij teruggeblikt. En dan zat hij er en dan vond ik hem inhoudelijk sterk. Het was echt wel een jongen die nadacht. Maar hij koos gewoon heel bewust de podia uit. Ja. Dat idee heb ik een beetje. Nou ja, ik ging ook buiten voetbal wel eens met hem om. Want hij was een enorme Cats-fan. Ja. En dat was ik ook. En als ik denk dat je voor de jonge luisteraars even moet uitleggen wie de Cats zijn, Arnold. Nou ja, de jonge luisteraars, die eigenlijk onsterfelijke muziek. Dat is, de mensen van 6 vinden dat mooi, kinderen, maar ook van 80 nog steeds. Nou ja, je hebt toch ook nog steeds die Cats tribute band? Ja, maar dat is gewoon. Dat is een slechte, slecht voorbeeld? Het is geen slecht, het is een heel goed voorbeeld. Oh. Die speelt die muziek zo fantastisch. Ja? Altijd volle zalen. Nee, maar dat zegt dus ook dat dat voortleeft. Hè? Dat het in volgende generaties, het wordt dus gewoon herhaald. Dat is, dat is toch mooi dat dat... Als je dan hier in de Noord speelde, dan gingen we altijd met z'n tweeën even kijken. Ulzof ging vaak mee, broer Gerrit ging wel eens mee. Ja. En dan was het, dan stonden we daar tussen de mensen in, net of het gewoon een Volendammer was. En dat kon gewoon? Ja, maar die paste ze gewoon aan. Dat was ook geen sliep je dan bij jullie thuis op dat kleine zoldertje? Nee, dat niet. Hij had wel toen zo'n Opel GT, zo'n sportwagen, weet je wel. Je was van Hulshof geweest, hè? Ja, die was van Hulshof geweest. Ja, en als hij dan een flesje Ranja te veel gedronken had, dan reed ik terug. Ja. Maar dat waren natuurlijk, en ook, ik lag ook bij de kamer met hem, hè, met als Ajax Europees speelde. Maar rookte hij toen? Nee, dat heb ik niet gemerkt. Nee, dat zou jij niet trekken, denk ik. Nee. Omdat ik dacht dat veel van die generatie, dacht dat hij er ook bij hoorde, maar dat is niet zo. Nee, ik heb jou nooit kunnen betrappen. Maar hij was wel iemand, als jullie dan een nachtje doorhaalden. We kunnen nu wel onthullen dat het wel eens gebeurd is, denk ik. Maar dan liep hij ook de volgende dag weer voorop, hè? Daar kon je eigenlijk weinig aan merken. Ja. Ja, dat is een beetje de Engelse mentaliteit. Ja. Je hebt 7 jaar in Engeland gevoetbald, dan denk je, bij God mogelijk dat die nog een meter kunnen lopen. Want die hadden gewoon wedstrijdjes onderling. Wie de meeste biertjes kan drinken. Ja. En de dag daarna stonden ze er weer. En dat is het teken voor het karakter wat hij dan had. Maar hij deed wel op goede momenten hoor. Gewoon na een wedstrijd of zo. Dus niet in Engeland doen ze het ook wel eens na woensdag nog even. Nee, maar zei toch ook wel eens van, het was ook een goede manier om alle alcohol er even uit te lopen. Ja, maar je moet het wel kunnen opbrengen. Die sneed af. Die pikte gewoon 100 meter en die kroop het bos in. Ja, die... En dan kwam hij er verderop weer uit. Met een sigaret in zijn mond. Ja. Ja. Ja, die maakte zijn gezicht nat. En dan leek het net over. Kijk eens, trainer. Lamlazers gelopen. Ja. Maar toen wisten wij al dat hij dat water uit een slootje had gehaald. En dat hij dan... als ik bij de conditietraining, dan had hij spontaan last van zijn enkel. Ja. Dat had hij helemaal niet. We hadden niet zijn vertrek in de training. Maar wij wisten toch wel dat hij in het weekend de beste was. Zo ging het niet die tijd. Dan was het niet erg inderdaad. Ja. Ik noemde net heel even de bescheidenheid. Hij was natuurlijk een aantal jaar terug samen met jou dus te gast bij De Wereld Draait Door. Dat ging over het boek Wereldvoetballer dat over hem is uitgebracht. Schitterend boek. Schitterend boek. Ik heb het zelf nog niet gelezen. Maar dat het is voornamelijk ook echt een kijkboek. Jij hebt het denk ik wel, Arnold. Ja. Ja. Hele mooie foto's uit die tijd. Ja. Guus de Jong onder andere. Ja. Echt heel erg genieten van mooie plaatjes, maar ook goede verhalen. Ja. Nou, ik speelde nog tegen hem met Barcelona. Die Barcelona speelde. Manchester heb ik nog speelde gespeeld. Oh ja? Jazeker. En met volgens mij met Ipswich ook nog. Toen speelde hij bij Barcelona. En ik speelde toen in Engeland. Ik speelde voor het hoofd elkaar. Dat is ook grappig. Ja. Johan Segundo, ja, heel populair. Nou ja, als je dus die reacties ziet wereldwijd, ook van die Spaanse kranten. Nou, dat vond ik wel iets hoor. Ja. De Nederlandse kranten hebben niet zo uitgepakt als de Spaanse kranten. Dat zegt wat over de impact die hij daar heeft gehad. Echt een hele grote speler wereldwijd. Ja. Ja.
Ik had het net eens over die bescheidenheid en dat fragment bij De Wereld Draait Door. Daar gaan we heel even naar luisteren. Ja. Want daar krijgt hij ook de vraag van Matthijs van Nieuwkerk. Van werd het tijd dat er een boek over jou uitkwam? Werd het tijd, Johan? Zo'n boek over jou? Ja, ik moet ook zeggen... voor mij hoeft het op een gegeven moment allemaal niet zo. Maar op een gegeven moment, ja, je komt er toch een paar jaartjes bij. Ja. En dan op een gegeven moment ja, de vrouw en met name ook de kinderen. En nu dus ook de kleinkinderen. Ja, opa, gebeurt het nog een keer of niet? En ja, op een gegeven moment heb ik gezegd ja. En natuurlijk met Jaap Visser, je hebt het al aangegeven. Ja, Jaap was fantastisch, want... elk moment dat ik weer met hem op verschillende plaatsen aan het praten was met hem, ging je er steeds meer in zitten. Hij kwam met fantastische foto's aan. En ja, dat herken je op dat moment meteen weer. Het komt meteen weer het verhaal bij je op. Dus ik dacht, ja, dit is toch eindelijk dat het een keer tijd wordt. Ja, mocht je iets wat kraken op de achtergrond hebben gehoord, dat kwam omdat we hier even een onwelwillende microfoon aan het... Het is gek om te zeggen, maar Arnold Muren had een technisch probleem. Een technisch probleem. Voor het eerst in je leven, Arnold. Dat toepasselijk, ja. Herken jij dat, wat Johan zei over dat vaak... Ik heb dat ook meegemaakt met andere voetballers van zijn leeftijd, van jullie leeftijd, dat vaak kinderen of kleinkinderen, dat op basis daarvan, dat dat een hele goede reden is voor ze om een boek uit te brengen. Terwijl ze het niet eens doen voor de wereld, maar meer gewoon omdat ze het... Dat ze die vraag krijgen. Nou ja, ik stopte in 89 met voetballen. En toen kwam er ook een uitgever van. Zou je niet eens... jeetje, zit de mensen daar nou op te wachten, weet je wel. Toen heb ik het samen met Jaap de Groot, Ja. Ja. Maar Jaap, die wilde ik specifiek Jaap hebben. Omdat hij... Ja, hij kende mijn carrière als geen ander. Ja. Als ik in Engeland voetbal zat hij bij Ipswich. Of bij Manchester. Of Nederland zelf al. En hij ging ook samen met een Volendamse vrouw. Was hij getrouwd toen. Dus we konden snel bij elkaar zitten. Nou ja, goed, dat, wat Johan ook zegt, hè, het is natuurlijk, als ik wat even niet weet, en dan haal ik dat boekje weer even open. Ja. Jeetje, wacht even, dat was in 1976, toen hebben we dat nog even gedaan. Je kan ook makkelijk dingen terugvinden. En daarna zijn we nog een boek samen gaan doen. Maar dat is geschreven Tom van Olsen. Ja, met Ipswich. Met Ipswich, samen met Frans. Dat vertaalt ook in Game Changer. Ja. Ja. En dus met Fransen, wij stonden er eigenlijk een beetje hetzelfde in. Weet je wel, jeetje, waar zitten die mensen na zoveel jaren naar. Maar het werd met name in Engeland zo'n succes, want het werd ook vertaald. Ja, jullie zijn er veel geweest ook, hè? En ja, we gaan er nog steeds wel heen, als even de tijd er is. Maar dat moet je niet elke week doen, want dan word je een beetje eigenwijs, hè? Want dat is niet normaal, die ontvangst. Als Kies dat zegt, dan ga je er ook een beetje in geloven. Ja, precies, ja. Ja. Ja, maar ik vind het wel typerend voor jullie generatie dat die bescheidenheid, die ook bij Johan heel erg duidelijk aan de oppervlakte kwam, ook bij jou en nog meer spelers leeft. Jullie zijn opgegroeid in de tijd dat natuurlijk betaald voetbal in opkomst was. Dat Nederland Europees nog niets voorstelde en uiteindelijk verover je de wereld. Maar jullie zijn nooit gaan zweven en als persoon altijd benaderbaar geweest. En dat vind ik wel opvallend. Dat is natuurlijk de laatste jaren misschien ook niet meer mogelijk met de huidige social media en alles wat er omheen hangt. Maar dat is wel wat je bij Johan Neeskens merkt, wat je bij jou nog steeds merkt en ook toen met je broer. En eigenlijk voor iedereen geldt dat toch? Ja, maar wij zijn zo opgegroeid. Als je in Volendam opgroeit, dan moet je normaal doen. En als je niet normaal doet, dan zeg je, hey vriend, wat dacht je er eens even van? Je kan wel wat, maar dat wil niet zeggen dat jij boven de wet staat of wat dan ook. Nee. Dus wij, en ook in het gezin. Weet je, alles was normaal. We keken niet zo erg huizenhoogte iemand op of zo, weet je wel. Het zijn allemaal mensen. Nou, je moet blij zijn dat je een prachtige carrière hebt gehad als voetballer. Maar jullie liepen er niet mee te komen. Nee, maar de mensen eromheen, die liepen er vaak mee. Wij zelf niet. Wij vonden voetbal gewoon leuk. En we wilden de mensen ook vermaken. En als je dat doet, dat moet ook een beetje de insteek zijn. Maar is het een mooie gedachte dat Neeskens sprak dat ook nooit zo uit, maar dat jullie als generatie, hoeveel mensen je wereldwijd, in eerste instantie in Nederland, maar ook wereldwijd, hebben kunnen vermaken met het voetbal. Want Neeskens, dat vond ik opvallend, net als Cruijff had hij dezelfde instelling over 74, dat hij zei, ja, we hebben die finale verloren. Nou, jij zei zelf net terecht, was totaal onnodig. Maar dat die nederlaag, die zomer, het voetbal, het total voetbal, wat jullie hebben laten zien aan de wereld, nou ja, jullie als generatie, en daarna natuurlijk met Ajax ook, dat is zoveel betekend geweest. Dat spreekt nog steeds tot de verbeelding. En dat vond hij eigenlijk waardevoller dan misschien die ene beker. Ja, kijk jij er ook zo tegenaan? Jawel, want de hele wereld die sprak over de manier waarop... En tot vandaag, hè, dat gaat maar door. Ja. Maar ja, het was het totale voetbal, hè, noemden ze dat dan. Ja. Maar ze speelden gewoon in op de kwaliteiten van de spelers.
Sudibé, die wilde nou helemaal graag naar voren. Ja. Krol. Weet je, Krol die wilde nou helemaal naar voren. En Ariaan, dat was eigenlijk al een middenvelder. Dus die wilde graag op middenveld komen. En dat gebeurde bij die andere landen niet zoveel. En als je dan Cruijff ook een jaar of tal hebt. Ja, dat was zo fantastisch om te zien. Ja, zelfs trainers van nu, of dan Guardiola of anderen. Maar hoe zij geïnspireerd zijn door de hele Nederlandse school. Dat vind ik wel iets betekenen. Ja, wat je eigenlijk als land, als voetbalcultuur teweeg brengt. En ook een soort voorbeeldfunctie heeft. En het viel mij op dat Neeskens daar altijd over begon in gesprekken. Dat ook een soort trots. Maar wel die trots leeft dan, onderhuids. Maar hij straalde dat niet uit van kijk, wij zijn met de nederigheid waarmee hij gewoon de wereld overtrok. En in ontwikkelingslanden gewoon clinics gaf. Ja. Nou, dat vind ik eigenlijk iets heel moois. Ja. Dat je dat als mens dan doet. En ook, hij vertelde ook wel eens dat hij het gevoel had, ik moet iets teruggeven aan de wereld. Ja. Nou ja, het is natuurlijk je kennis delen. Ja. En dat is natuurlijk wel belangrijk. Maar ook dat je een stimulans misschien bent geweest voor de generatie die erachteraan kwam. Ja, maar jij geeft ook nog steeds clinics. Jullie worden nog steeds gevraagd. Ja. Jullie doen het nog met plezier. Ja. Misschien krijg je het gevoel de koek voor of een onkostvoeding, dat weet ik niet. Maar jullie doen het wel, omdat je gewoon gepassioneerd bent. Ja, maar ik heb altijd wat met kinderen gehad. Ja. Ik heb meer met kinderen gehad als met volwassen spelerswerk, laat ik het zo maar zeggen. Want daar zie je de meeste stap in. Ja. En ik heb natuurlijk jarenlang bij Ajax van 12 tot 14 getraind. En dat is ook een moeilijke leeftijdscategorie. Omdat je natuurlijk je zit in de groei. Hè. Ze krijgen een eigen willetje. Je krijgt ja maar. Dan heb je wel eens voordeel dat je een oud voetballer bent geweest. Dat dwingt dan wel een beetje respect af. Ja. Maar, en je moet goed met kinderen op kunnen schieten. Nou ja, dat hebben we jarenlang gedaan. En samen met mijn broer Gerrit ertoe. Ja. Die klinisch verzorgd. Zo'n jaar of 6 door het hele land heen gekrast. Nou, dat doe je niet als je het niet leuk vindt natuurlijk. Toen nam hij trouwens wel eens een penalty achter zijn standbeen. Ja, maar hij heeft het een keer voor Sevilla ook gedaan. Ja, dat klopt. In een wedstrijd. Ja. En dat volgens mij hebben de mensen daar nog steeds. Jordi zit nu met zijn oren te klapperen. Die denk ik wel, dat hoor ik nu. Penalty achter de standbeen. Ja, dat echt gebeurd, Jordi. Hebben. Ja, dan moet je lef hebben. Dat had de familie Muren wel. Ja. Ja, ja. Dat is misschien het enige als het over Neeskens. Ja, jullie hebben jaren in de jeugd. We hebben hem nooit bij Ajax natuurlijk gezien als jeugdtrainer. Hè? Dat had nog wel mooi geweest. Ja, dat was jammer. Ja. Al is het maar om een soort combinatie toe te voegen van mentale hardheid. Zeker, zeker. Nou ja, goed, dat er wel van meerwaarde kunnen zijn natuurlijk in de opleiding. Maar op een of andere manier is dat niet goed van de grond gekomen, laat ik het zo maar zeggen. Terwijl hij wel heel veel voor de bond heeft gedaan uiteindelijk. Ja. En nou heb je wel een combinatie hoor van oud-voetballers. Die denken toch meestal iets anders over misschien opleiden of hoe voetbal gespeeld moet worden. En misschien zijn we ook wel een beetje blijven hangen in de tijd, dat zou ook kunnen. Je hebt nu erg veel mensen natuurlijk, die lopen nu met een aktentasje en data en weet ik het allemaal. Ja, ja, het zal allemaal als je 14 kilometer loopt, maar je kan er beter 10 lopen en nuttig lopen. Weet je, snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Dus het hangt zo samen met hoeveel sprints je maakt, welke afstanden je overbrugt. Nou, ik weet nog heel goed dat Neeskens toen Nederland B trainde en we waren een keer in het Oostblok. En toen had ik een gesprek met hem over die training en die spelers, die talenten. Toen hadden ze een trainingsdag en dat was een complex met iets van 8-9 velden, waarvan het grootste deel kunstgras. En hij wandelde dus met zijn ploeg, met die jonge jongens, langs al die velden. En die spelers dachten, gaan we hier trainen? Nee. Gaan we daar trainen? Nee. Hij liep helemaal door naar het achterste veld, dat was een bemodderd grasveld. Daar gingen ze trainen. Die jongens snapten daar dus niets van, want die dachten, er liggen hier gewoon 5-6 biljartlakens. En wij gaan op zo'n moddervlakte gaan wij tekeer. Maar dat was ook een soort stille les van hem om ze de bewustzijn te maken van ook op deze slechte velden moet je nu overeind kunnen blijven en een bal kunnen spelen. Want zeker. Morgen heb je misschien een hele slechte ondergrond en dan moet je weerbaar zijn. En dat, ja, ik hou wel van dat soort klassieke lessen. Dan gaat het inderdaad, wat je zegt, niet om data, maar gewoon om vingerspitsengevoel. Ja. En dit is ook iets wat je in de afgelopen jaren toch regelmatig in betaald voetbal hebt gehoord. Dat de jeugd misschien af en toe al wat te veel verwend is met hoe ze in de watten worden gelegd. En dat dit misschien wel de veel betere manier is om wat weerstand op te bouwen en op alle ondergronden en omstandigheden voorbereid te zijn. Ja, maar dan moet je het wel en-en. Dan moet je het samen laten gaan. Ik zeg altijd, data moet niet leidend zijn, maar ondersteunend. Maar de kennis en ervaring van al die grootheden in het voetbal, die vind ik, die moet je leidend laten zijn. Al is het misschien niet met een oefenvorm, maar wel met de kennis en die zij hebben over hoe je weerbaar kunt worden in de top. En dat is nu nog veel moeilijker dan in de jaren 70. Maar zij zijn wel allemaal in die top hebben zij gestaan. Je had het net even kort over trots, ook bij Johan. Ook daar hebben we een geluidsfragmentje over. En dan vooral over de trots op die Europa Cup 1 finale die al zo op jonge leeftijd won. Zoveel Ajaxiden, je eigen familie, dus ja, dat is echt ongelooflijk. En dan win je hem ook. Dus ja, dan gaat er wel heel wat door je heen. En als je dan terugkijkt en je denkt, ja, een jaar geleden speelde ik nog bij RCA in de tweede divisie.
en je wordt de winnaar van de Europa Cup 1. Ja, dat is echt dat is onbeschrijfelijk. En dan moet je af en toe wel even knijpen, want is dat wel echt, echt waar of niet. Heel handig, het schot van Haan, het is een goal! Heerlijk, hè? Die overslaande stem altijd van Herman Kuijk. Ja, prachtig. Bij elk prachtig. Doelpunt. Ja. Maar ja, ik kan me dat wel voorstellen als je bij SCA vandaan komt. Ja. Bij de amateurs en je voetbalt je eigenlijk wat al niet meevalt. Maar je eigenlijk in het eerste elftal te spelen. En je wint meteen de drie Europa Cups op rij. Dat eigenlijk is dat niet normaal natuurlijk. Nee. Dat is ook nooit meer voorgekomen. Real Madrid alleen, denk ik, hè? Toch? Ja, nee, ja. Maar ik precies. Oh, je bedoelt Ajax? Ja, ik bedoel bij Ajax. Ja. Maar nee, mochten ze willen. Ja. Ja, nou ja, maar ook een jonge jongen, weet je. Ik weet niet of er iemand is in de wereld die drie Europa Cups heeft gewonnen of wat dan ook. Ja, dat bedoel ik vooral, ja. Ja, en op die leeftijd al. Ja. Dat vraag ik mij af. Ja. Of dat eerder gebeurd is. Ja, ik vind wel... Wat we nooit moeten vergeten, ja, vergelijken is altijd lastig. Je moet je ook eigenlijk niet doen, maar je ontkomt er niet aan. Is dat in de jaren 70, jullie hadden ook de gelegenheid om natuurlijk jarenlang een ploeg op te bouwen. Bijna niemand ging weg, of je deed het na een paar jaar. Dus dat scheelt denk ik enorm. Dan kun je echt zoals Michels deed, vanaf eind jaren 60 kun je echt gaan bouwen aan iets. Kun je doorontwikkelen. Slechtste spelers vervangen voor nog betere spelers. En dan staat er op een gegeven moment een team. Dat is natuurlijk bijna... Van Gaal kon dat nog in 95. Hè? En toen kwam het Bosman-arrest. En daarna is natuurlijk het hele voetbal veranderd. Dat maakt denk ik ook de prestatie 5 jaar geleden van Ajax zo knap. Dat ze op die rand van die finale stonden. Ja, ik denk dat het een groot voordeel was. Ja. In mijn tijd had je alleen Horst Blankenburg. Dat is voor allemaal Nederlanders. En die bleven jaren bij elkaar. Ja. Ja, nu is het na een jaar, ik ga wel weer. Want de centen zijn in het buitenland te verdienen. Ze gaan ook veel te vroeg weg. Ja, ja. Jongen van 15, 16, 17 gaan al weg. Naar buitenland te denken, jeetje man, maak nou eerst eens dat je het eerst uit of haalt. En dat je een klein beetje bagage hebt en wat je dan meeneemt naar buitenland. Want ik was 27. Ja. Toen had ik eigenlijk een zelf al gehaald en ik had Europees voetbal gespeeld. Dan is een stap wat makkelijker als dat jij op 16, 17-jarige leeftijd weggaat. En denkt even de wereld, dat land even te veroveren waar je naartoe gaat. Maar het is natuurlijk niet zo makkelijk. We hadden het net kort erover dat hij dus op zo'n jonge leeftijd al 3 Europa Cups 1 won. Wat voor indruk maakte hij destijds op jou? Werd hij snel volwassen? Ja, ik denk dat Johan al volwassen was op 18 jaar. Elke leeftijd. Week naar de Cats gaat, dan moet je heel snel volwassen. Nee, maar goed, hij het was ook niet zo'n prater, weet je wel. Hij liet zijn voeten spreken. En de eerste keer dat ik er, eerste paar keer dat ik er was, en dan was Jan Schoffelen met die training. Nou... Het was sowieso al voor mij, bij Volendam dan naar Ajax toe, ging het natuurlijk allemaal veel sneller. Daar heb ik natuurlijk enorm veel van geleerd, van die jongen zelf. Want die had net erop bij ingewonnen in 1971. En ik kwam daartussen, ja, dan moet je je eigenlijk ook aanpassen. En dan is je broer was natuurlijk wel, die speelde wel in het eerste van Ajax. Maar ja, ik had een andere naam, dus je moet ook bewijzen dat je zelf ook een beetje kan voetballen. Ja. Dus, maar van die jongens, daar heb ik eigenlijk erg veel van geleerd. En daar heb ik de rest van mijn carrière eigenlijk plezier van gehad. En hij had toch ook best wel, ondanks dat hij stil was, was hij ook echt wel voetbalhumor, toch? Ja, wel altijd. De klassieke dingen hebben ze wel uitgehaald met z'n allen. Ja, wel. Het is, ja, als je geen humor had, dan heb je in Amsterdam niks te zoeken. Nee. Daar groei je ook een beetje mee op, echt, die Amsterdamse humor. Het klassieke verhaal dat Van Aardige mensen allemaal had laten knippen en dat hij met een zakje pinnarotjes aan zijn bed stond, vond ik ook Ja, maar je hebt dat soort dingen. Je stropdas werd alles doorgeknipt. Er lag alles wat in je schoenen. En ja, dan kun je er wel kwaad om worden. Maar je kan beter gaan lachen, want dan lig je de dag daarna weer in. Maar ook dat is een harde leerschool, hè? Jawel. Het is, ik denk dat het bij hem versneld is ook. Want doordat ik door dat boek bladerde, zag ik een geweldige foto. We hebben er ook in het blad het komende nummer aandacht aan besteed. Die geweldige foto dat hij bij Sjaak Zwart, nou die ken je ook, thuis op de bank lag. In de Pontanenstraat, achter de sigarenzaak. Sjaak nam hem dus onder zijn hoede, zodat hij niet die hele reis naar Heemstede met de tram, bus en trein hoefde te ondernemen in het weekend. En dan de avond voor de wedstrijd sliep hij 2 jaar lang bij Sjaak. En hij werd helemaal vertroeteld. Ja. Leverworstjes s'avonds, plakjes leverworst op tafel en goed ontbijtje. En daarna de wedstrijd. En dat heeft hem, ja, dat vind ik ook wel een prachtige anekdote die iets zegt over de kameraadschap. En het routiniers die talent herkennen en denken, hey, we nemen je onder onze hoede. En we zorgen dat jij echt voor je sport gaat leven. Dat je op de juiste dingen doet. En dan haal je het beste in spelers naar boven. En dat is nu ondenkbaar. Maar ik vond dat wel een hele mooie anekdote. Die echt wel kenmerkend is, vind ik, voor die tijd. Ja, maar Jan wilde het ook graag. Ja. Die wilde had alles voor over. Ja, alles voor over om te kunnen presteren daarna.
En Sjaak zag natuurlijk een groot talent in hem. Ja. En die nam hem gewoon anders uit. En 13 jaar ouder, hè? Eigenlijk een soort. En ze hebben hun hele leven lang, als ze elkaar tegenkwamen, was het, hey, mijn voetbalvader, mijn tweede vader. Ja, maar dat kan ik me wel voorstellen. Ja, hè? Ja, zeker. En ja, dat is natuurlijk voor jou een goede zaak geweest. Want dan ga je ook niet uit, zeg maar wat. Niet kijk, en jullie hadden hier natuurlijk een veilige haven in Volendam. En relatief dicht bij Amsterdam. Dus jullie gingen denk ik altijd gewoon terug. Ja. Allemaal met familie om je heen. Maar Neesje kwam natuurlijk uit Heemstede. Dat was toen nog gewoon best wel ver weg met alles. Ja. Had toen ook in het begin nog helemaal geen rijbewijs. Dus ik snap dat wel. Maar dat is wel iets wat je mede vormt, denk ik. Ja. Nou ja, hij heeft ook nog eens een discotheek gehad, hè, in Zaandam. Ja. Heb je ook nog geschrapt met een compagnon. Ben ik ook wel eens geweest. En niet dat hij daar aan dronk of wat dan ook. Hij zat achter de kassa. En de mensen wilden hem gewoon graag zien. Weet je al, even laten blijken dat hij ook een van de bazen was van van die discotheek, zeg maar. Het heeft niet zo gek lang geduurd. Hoor. Ja. Maar heb je wel de meeste voetballers van die generatie hebben toch ook wel een aantal zakelijke dingen gedaan dat je denkt, Maar ja, dat hoorde er misschien ook een beetje bij. Ja, je hebt het geld, je gaat pionieren. Ja, maar dat ging ook niet zo fantastisch. Daarom is daar ook mee gestopt, geloof ik. En ik vond het ook niet zo erg bij hem passen, eerlijk gezegd. Nee. Een discotheek, dat past niet bij Johan. Nee. Maar heb het wel gedaan. Ja. Ik heb nog één geluidsfragment en dat gaat er eigenlijk over hoe hij binnenkwam bij Ajax. En misschien ook hoe die wel een beetje door zijn benen werd gespeeld door Arnold Muren. Het gaat eigenlijk juist om het tegenovergestelde. Hoe je wat respect afdwongen. Ja, dat kon ik eigenlijk maar één keer doen. Maar dan lag buiten de centelbaan. Lag jij ook met pinnenrosjes in bed. Ja. Nou, komt die nog één keer. Neeskens tegenover Ajax TV. Toen hadden we op een gegeven moment de partij voor een 4-4. En bij de tegenpartij speelde ook Velibor Vazovic. Ja, en op het moment dat hij de bal had, dan ging je soms kaarsrecht en iedereen werd opzij. Het was een bulldozer. En op een gegeven moment gaat hij er vandoor. En ik ga dus wel achter hem aan. En ik denk, ja, die gaat scoren. En dat wil ik niet. Dus dan nam ik een sliding. En ik kwam iets te kort. Maar het was wel net genoeg om zijn been ook aan te raken. En toen ging hij lang uit met zijn gezicht over de ring. En helemaal met de handen vooruit. En die zat helemaal onder de modder. Dus het moment dat hij opstond, was hij zo verschrikkelijk kwaad. En hij stond te vloeken en te tieren. Maar daarna kreeg ik wel allemaal complimenten van de andere spelers. En uiteindelijk ook van hemzelf. Want dan had hij wel gezegd van, ik vond het goed dat je het deed. Want is dat eventueel in de wedstrijd, dan had ik ook verwacht dat je dat zou doen. Ja, veelzeggende anekdote dit, hè? Ja. Ja, dus de ontgroening en je durven laten zien tussen de routiniers van je af willen bijten. Hè? Ja, nou ja, ze proberen je echt uit. Hè? Ik kwam bij Ajax en dan moesten we naar die heuvel toe in het Amsterdamse Bos. Ja. En dan moest je met een man op je rug moest je naar boven. En iedereen ging snel bij elkaar staan. Toen bleven er twee over. Dat was Eins Tuij en ik. Oei. Maar Eins was 300 kilo, denk ik. En ik 65. Ik zei, jongens, het duurt even, maar ik kom boven. Ja, ik kwam boven. Toen kwam ik boven. En zonder hernia. Ja, zonder hernia. En ik kwam beneden en toen kreeg ik een staande ovatie. Dus dan ben je er even doorheen. Ja. Maar dat zijn wel van die dingetjes, hè? Dat iedereen meteen de pleiterik maakt en jou overlaat. Als je je dan laat kennen, dan ben je klaar. Nee, toch? Maar dat moet je sowieso niet in. Dan moet je even doorheen en dan moet je het ook een beetje met humor doen. Dat heb ik nog wel gewaardeerd. Als je gaat zeggen, ja, dat krijg ik niet voor elkaar, hoor. Die is 300 kilo. Ja, dat moet je dus niet hebben natuurlijk. Nee. Daar zit er niet op te wachten. Dus ook dingen wat onlogisch lijkt, ja, moet je toch doen. Dus dat fragment van Neeskens herken je? Ja, dat ken ik wel. Ja, zeker. Ja. Even laten blijken dat je er bent en dat je een goede aankoop bent. Ja, en op die manier heb je ook spelers het niet zien redden, omdat ze hierdoor bijvoorbeeld hier niet goed mee om wisten te gaan. Ja, nou ja, goed, als je bij een club als Ajax terechtkomt, ja, dat is wereldtop, hè? Ja. En dan kun je niet zeggen, morgen maar. En de trainingen, dat ging op leven en dood. En er wordt ook geschoffeld en geschopt, ja. Ja. En daar moet je dan niet mee. Ik was niet zo schoppen, daar gaat het niet om. Maar dan doe je dat misschien op een andere manier. Maar je moet wel laten blijken dat je een meerwaarde bent voor de selectie in dat geval. En ja, dat moet je eigenlijk laten zien. Dat is niet anders. Anders zeggen ze van, we nemen wel een ander. Zo ging dat, hè. Jullie waren even oud, hè? Johan en jij. Klopt, ja. Ja. Zijn dit soort dingen altijd een beetje een confrontatie met je eigen eindigheid? Of sta je er niet zo bij stil? Ja, je staat er wel bij stil. Omdat het Gerrie, ben je ook al kwijt? Ja, die was 67. Ja. En dan denk je, hoe is mijn god mogelijk dat die jongen...
zeg maar, als je naar een dokter gaat, dan zal de dokter tegen je zeggen van wel bewegen, niet drinken, regelmatig je leven, op tijd naar bed. Hij deed het beter dan de dokter tegen hem zei. Hij was ook nog op 67-jarige leeftijd, had hij gewoon brommers in. Zo fit was hij nog. En dan kun je je niet voorstellen dat zo'n iemand dan... Je moet ook gewoon mazzel hebben in je leven, denk ik dan. Dat je overkomt. Ja. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. En als je het van eentje niet verwacht, dan was hij het wel. Ja, maar dat soort dingen gebeuren, dan kun je wel zeggen, ja, dat is het leven. Maar ja, de een die gaat even sneller dan de ander. We komen allemaal aan de beurt op een gegeven moment wel. En ik zit ook nog een beetje in blessuretijd, laten we eerlijk zijn. Ik ben ook 73. Maar goed, je bent toch fit? Je hebt de mazzel dat tegenwoordig wat meer... Blessuretijd duurt wat langer, hè, tegenwoordig. Ja, goed. Je moet maken dat je geniet van het leven, denk ik dan maar. En als het gebeurt, dan is het nog vroeg genoeg. Ja. Nou, Neeskens heeft in ieder geval het leven genoten. Ja, alles wat hij gedaan heeft. En zijn kinderen, hè, kleinkinderen. En ja, dan moet je op leeftijd moet je daarvan genieten. Ja. Je kleinkinderen, ik heb er zes. Zes? Ja, de jongste is dan 9 en die voetbal bij de amateurs vallen dan. Ja, dan ga je de trainingen kijken en dan voel je een beetje jonger. Ja, nou, mooi. Dus leuk om te zien. Meteen ja. Voor Neeskens begon het natuurlijk in Heemstede, waar hij is opgegroeid. Wij spraken eerder vandaag even met een leraar die hem destijds op de school... Dan moet ik even naar de naam kijken. Want, die heb Wout ik Ostendorf. Keer, ja, Wout Ostendorf, maar de naam van de school is de Dreefschool in Heemstede. En die persoon wilde ook even zijn gevoelens uiten na het overlijden van Neeskens. En wij spraken hem eerder vandaag even telefonisch. Daar gaan we ook even kort naar luisteren. Dag meneer Ostendorf, we bellen u omdat we hebben begrepen dat u de leraar bent geweest van Johan in Heemstede, een hele tijd geleden. Dat klopt, dat is in januari 1964 geweest dat ik aan de Dreefschool in Heemstede heb gewerkt. En maandag las ik helaas het droevige bericht dat mijn oud-leerling Johan Neeskens was overleden. Ja, dat raakte mij wel. Ja, zo ver na dato nog, hè? Zegt u? Zo lang na dato nog dat het u raakt. Ja, nou ja, ik heb toch met heel veel leerlingen wel contacten gehad. Ondanks dat ik in Heemstede in een hele grote klas moest werken van 50 leerlingen. Maar goed, als ze op een goed moment met hun taallessen of rekenlessen bezig zijn, dan heb je ook wel tijd om even leerlingen te observeren. Ja. En als je dan een beetje rondkijkt, ja, dan zie je wat van aan de leerlingen. En dat onthoud je op de een of andere manier. En u schreef en ons bijvoorbeeld ook, ja. U schreef ons dat u de moeder van Johan ook heeft moeten vertellen dat het niet zo goed ging op school. Maar hij zat op de opleidingsschool. De Dreefschool was een opleidingsschool. En heel veel kinderen gingen naar de HBS. En nog liever naar het gymnasium. En heel veel ouders die niet onbemiddeld waren, die zorgden ervoor dat als het even niet goed ging, dat leerlingen daar bijlessen kregen. Maar ja, dat kon de ouders van Johan niet betalen waarschijnlijk. En misschien zat hij toch niet helemaal op de goede school. Maar dat kan ik niet beoordelen, want ik ontmoette hem dus in de 5e klas. Dus de eerste 4 klassen moet hij toch op de een of andere manier hebben doorlopen. Maar als ik terugreken, moet hij ongeveer een 12 jaar geweest zijn. Ja, en 6 jaar geleden speelde hij bij Ajax. Dus jullie moeten ook gezien hebben ergens dat zijn kwaliteiten op een ander vlak lagen. Ja, zeker. Want naast de school, tussen de Heemsteedse Dreef en de Eikenlaan, de laan waar Johan woonde, daar lag een groot speeltuin, ons speeltuin van de school. En nou ja, Johan, we hadden grote pauzes van 12 uur tot 1:30. Johan ging naar huis, was binnen de kortste keren weer vanuit zijn huis op dat schoolplein met meer jongens. En dan gingen ze voetballen. En dan konden wij uit het raam daar heerlijk naar kijken. Toen zagen wij al vrij vlot dat hij een team wilde vormen. En ook niet voor zijn eigen doelpuntje ging, maar de bal rustig naar andere leerlingen afspeelde. Van jij staat er beter voor. Jij krijgt die kans van mij om je doelpunt te maken of wat dan ook. Nou, wij met mijn collega Wim Fransen, die was een 10 jaar ouder dan ik, konden wij daar heerlijk van genieten. En wij zagen gewoon zijn leiderskwaliteiten in het voetballen. Zag u dat op school ook? En dat was gewoon elke middag, als het een beetje weer was, was dat gewoon een plezier om naar te kijken. Zag u dat op school ook terug, die leiderskwaliteiten?
Nou ja, kijk, de schoolvakken taal en rekenen, dat was natuurlijk wat minder. Maar hij kon wel, dat was toch het grappige, met schoonschrijven, dat was toen nog een vak op de lagere school. Dat deed hij prima en dan, ja, dan heb je gelijk een moment om hem dan ook eens lekker te kunnen prijzen. En dat heb ik dan ook wel gedaan. Dan heeft hij de handtekening onder het Ajax-contract goed kunnen zetten. Nee, maar goed, hij heeft dat dus wel toch kunnen doen. Absoluut. En daarna heb ik hem natuurlijk, ja, omdat dat voetballen erin zat, ja, dan volg je dat altijd wel. Ja, ik heb genoten dat hij toen bij Ajax zijn triomf heeft kunnen vieren met Cruijff samen. En ja, nou ja, toen dacht ik, oké, jij zal het dan niet via je opleiding van een school te doen, maar via voetballen kun je ook wel aardige cent verdienen. Dat gunde ik hem wel best, want ja, zijn ouders waren niet zo kapitaalkrachtig, dus hij heeft het op een andere manier gedaan. En ik denk zelfs dat hij dus met dat voetballen zeker nog, zolang dat mogelijk is geweest, zijn ouders heeft kunnen ondersteunen. Stond u ook op de banken toen Ajax 3 maal op rij de Europa Cup 1 won met Neeskens in het team? Ja, zeker. Dat heb ik allemaal wel gezien. Ja, en die dramatische wedstrijd tegen Duitsland, dat hij het eerste doelpunt met een prachtige penalty maakte. Ja, dat was geweldig. En dat ze toen toch met 2-1 verloren. Ja, natuurlijk. Nou ja, goed, dat heeft ronduit in alle kranten gestaan. En dat wordt nog steeds herhaald als er opnieuw weer nieuws is met voetbalwedstrijden. En Johan in de klas? Nooit een ruitje ingeschoten? Nooit eruit gestuurd? Johan heb ik er nooit uitgestuurd. Nee, absoluut niet. Nee, hij was heel rustig in de klas. En als er momenten waren, dan kon je ook wel eens even zien dat hij heerlijk zat te dromen en niet direct bij de les. Dus ja, misschien als ik eens een keer een geschiedenisles heb gegeven, dat hij dan dacht, het zal wel. En dan zat hij heerlijk een beetje over zich uit te kijken. Maar kattenkwaad, nee, dat heeft hij op school nooit uitgehaald. Nee. Dus eigenlijk wat hij buiten was hij binnen ook een teamspeler. Ja. En buiten was hij in zijn element, hè, zo groot maar gevoetbald kon worden. Nou, dan was het voor Johan in orde. Ja, nou fantastisch. Mooi om te horen dat we zo ver terug kunnen gaan in de tijd. Ja. Alleen voor mezelf was het even een schrik. Want toen dacht ik, joh, jij wordt ondertussen ook oud. Als je dat al mee gaat maken, dat leerlingen van lang geleden gaan overlijden. Ja. Dus, nou ja, goed, oké. We worden niet allemaal even oud. Hartelijk dank, meneer Ostendorf, dat u hier even stil wilde staan bij het overlijden van Johan Neeskens en herinneringen uit het verleden wilde ophalen met ons. Ja, nou ja, ik heb genoten van zijn spelerskwaliteiten en vooral van zijn mentaliteit. He, dus het promoten, dat heb ik ook wel later in de kranten gelezen, het promoten van, jongens, we zijn een team. He, niet één speler wint de wedstrijd, je doet het met z'n elven. Nou, dat vind ik een prachtig uitgangspunt, wat overal in de sport ja, wel wat meer zou mogen plaatsvinden. Er gebeurt ook wel wat meer, maar die kant moet het op. Hartelijk dank, meneer Ostendorf. Dank u wel. Mooie bijdrage. Aangedaan. Ja, dat was dus Wout Ostendorf, de voormalig leraar van Neeskens. Overigens vind ik het wel heel bijzonder dat zo'n man, die dus al dik in de 80 is, de moeite neemt om ons een mail te sturen. En dus met zijn eigen emoties in de knoop zat en dacht, godverdorie, er komt weer een hoop boven. En dat vind ik wel mooi dat hij uit zichzelf dat allemaal vertelt. Dat was echt een mooie mail en de mooie verhalen die hij dan vertelt. Ik denk dat het een van de mensen is die Neeskens van als jongetje heeft meegemaakt. En dat wij kennen hem pas vanaf zijn voetbaltijd. Het geeft dus de kamer het allemaal losmaakt in de samenleving. Je noemde net ook al de kranten in Barcelona natuurlijk. Maar hij heeft wereldwijd wel impact gehad. Ja, dus van de Spaanse kranten tot Amerika. Maar ook, hè, want New York Cosmos heeft natuurlijk ook gezeten. Maar dus ook zo'n oude schoolmeester uit Heemstede. Ja. Dan denk ik van ja, dit is dus hoe groot Johan Neeskens is geweest. Ja. Nou, en als we alleen al naar zijn Ajax-periode kijken. 2 maal landskampioen, 2 maal de KNVB-beker, 2 keer de Europese Supercup, 3 maal de prijs de Europa Cup 1 en de wereldbeker voor clubteams. Dat is toch een prijskast waar je u tegen kan zeggen. En dat is nog Ajax, natuurlijk met Barcelona ook bekertitel. Ja. Heel interessant. Alleen geen hoofdprijs met Oranje. Dat kan alleen deze meneer recht tegenover mij zeggen. Ja. Ja, dat is een. Kijk, als je voetbalt, dan wil je in ieder geval in de eerste helft wel halen.
En als je dan ook nog praat, kijk, je hebt natuurlijk met de beste spelers uit de hele wereld gespeeld. Ja. En dan is het prijzen winnen wel wat makkelijker natuurlijk. Ja, het enige wat ik zelf gemist heb is de WK. Ik heb nooit op een WK gespeeld. Nee. Dat is het enige wat ik gemist heb. Ja. Maar dan maakt zo'n EK toch ook wel heel veel goed. Ja, wel natuurlijk. Nou, zo'n mislukte voorzet die dan ook nog goed ja, valt. Ja, die is nog steeds onderweg, die bal. Voor belangstellenden heeft de KNVB de campus in Zeist opengesteld. Iedereen die daar het condoleanceregister wil tekenen voor Johan ter nagedachtenis aan Johan Neeskens, die is daar welkom tot vrijdag 18 oktober. Tijdens kantooruren kan je dan terecht bij de receptie van het bondsbureau. Ook de voetbalwereld staat er natuurlijk komende tijd bij stil bij het overlijden van Neeskens. Dat is bij Oranje al dit week einde, maar ook en bij de jeugdwedstrijden van Ajax bijvoorbeeld wordt ook een minuut stilte in acht genomen. Maar volgende week ook als de eredivisie verder gaat, de keukenkampioendivisie, de vrouwen-eredivisie, dan wordt ook overal een minuut stilte in acht genomen en staat het teams vrij om met de rouwbanden te spelen. Dat is een eerbetoon dat Neeskens verdient ook en met zijn grootheid. Ja. Ja, zeker. Minder, ja, zeker. Meer kun je bijna niet doen als ik dit allemaal zo hoor. Nee, precies. Het is zo'n geliefde speler geweest. En ook een fantastische persoonlijkheid natuurlijk. Ja. En wat ik belangrijk vind is dat, maar ja, wij doen het bij de sportsvereniging al, zowel in schrift als in woord, in alle uitingen die we hebben, dat je altijd, niet alleen bij Johan Neeskens, maar ook bij andere spelers, dit jaar ook Benny Muller helaas overleden, die ken je natuurlijk ook goed, Gert Bals, dat je gewoon blijft stilstaan bij die iconen die Ajax heeft voortgebracht. Want, ja, er zijn heel veel jongeren. Ik heb ook twee zonen, maar zijn helemaal niet zo bezig met het verleden. Maar ik vind dat je altijd wel moet blijven vertellen wat er gebeurd is, waar de basis heeft gelegen, wat er nu is. Is wel heel erg dankzij alles wat er gebeurd is in het verleden. Dus dat is denk ik heel mooi dat we daarover blijven vertellen. Ja, en Johan was natuurlijk ook een persoon die zich eigenlijk letterlijk tot zijn laatste adem heeft ingezet. Bijvoorbeeld voor het project World Coaches van de KNVB, waarin die via voetbal probeerde te verbinden. Hij is volgens mij letterlijk in het harnas gestorven, zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Zeker. Ja. Overigens zit ik nu dus ook wel symbolisch. Ik zit nu eigenlijk tegen een LP-hoes van de Cats aan te kijken. Dat zie ik nu pas. Dus ja. Het is mooi dat we hier zitten. Alles komt bij elkaar. Toepasselijk, ja. Toepasselijk. Zeker. One Way Wind. Dat is volgens mij het favoriete nummer, hè? Ja, ging altijd mee, toch? Spelersbus ook in? Ja, dat zonder een cassette van de kids konden we niet, konden we niet voetballen. Nee. Nee. Dus Johan is ook een beetje Volendammer geworden? Ja, wel hoor. Ja, hij was ook vaak hier. Ja. En hij vond het ook een leuk dorp, weet je wel. Dus hij hield denk ik wel van die gemoedelijkheid. Ja, maar alleen geen drukdoenerij? Nee, alleen maar goede herinneringen met hem gehad eigenlijk. Ja. Kan ik jou de slotwoorden in deze podcast geven, Arnold? Wat zou jij nog willen zeggen? Nou ja, ik heb hem Johan leren kennen op jonge leeftijd. Een hele tijd met hem gespeeld natuurlijk, 3 jaar lang. Kijk, het is een jongen die echt met zijn benen op de grond stond. Fantastische, warme persoonlijkheid, met humor. En heel bescheiden ook. De successen wat hij heeft behaald. Ja, dat is, er zijn er niet veel in de wereld die dat voor elkaar hebben kunnen krijgen. In een elftal wat eigenlijk het beste team van de wereld was op dat moment. En ja, het is natuurlijk een voorrecht om die mensen te hebben leren kennen. Het is natuurlijk van verschrikkelijk dat hij op deze leeftijd al van ons is heen gegaan, laat ik het zo maar zeggen. Maar ik heb alleen maar fantastische herinneringen aan hem. Ik denk dat dit mooie woorden zijn om deze editie van de podcast mee af te sluiten. Ja. Grootheid, punt. Dit was hem voor vandaag. Volgende week zijn we er weer met een reguliere editie. Tot dan.